Fijn dat u luistert naar deze Bijbeloverdenking die de titel draagt Erfgenaam van God. We lezen uit Galaten hoofdstuk 4 de verzen 1 tot en met 19. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij dan thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van mee aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Wees zoals ik, bid ik u, broeders, opdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelukt, ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb, en toch heb gij de verzoekingen die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegenaan gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen. Wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij, waar het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te alle tijden en niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Tot zover de lezing van de apostel Paulus. Ik wil graag het belangrijke onderwerp erfgenaam van God met u behandelen. Het is voor een ieder gewoon om een erfenis te ontvangen, vooral als je een rijke vader, oom of tante enzovoorts hebt gehad. Maar ik dank de Heer Jezus dat als een gedachte aan erven in mij opkomt, ik eraan denk hoe rijk wij zijn in Christus Jezus. En ik prijs de Heere voor zijn erfenis die ik ontvangen heb. Als ik dan ook denk aan kerken of organisaties die een nalatenschap hebben ontvangen en een grote som geld of goederen, ik wel eens tegen de Heere gezegd heb, wij hebben als stichting nooit zo'n bedrag aan geld ontvangen. Maar dan heb ik het mis. Want de Heere heeft mij wel een nalatenschap, een machtige erfenis, rijker en heerlijker dan enige andere erfenis op aarde aan mij geschonken. Wij moeten God geloven en we moeten Hem op zijn woord nemen. Er zijn zulke mooie erfenissen in zijn woord die wij nog niet eens kennen.
Dit ligt open en bloot voor ons. Maar wij gaan eraan voorbij in vele opzichten. En wij leiden soms een armzalig bestaan. Geestelijk, maar ook dikwijls in andere opzichten. Hier in vers 7, wat wij gelezen hebben, staat: gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Wij zijn geen slaaf meer, maar een zoon. En daarom zijn wij erfgenaam van God. De God die zegt dat al het vee op 1000 velden aan hem behoren. Die heeft al zijn liefde en genaden over ons uitgestort en die zijn zoon gegeven heeft om ons als volk vrij te kopen. Wij moeten Gods woord altijd in verband lezen. En het belangrijkste punt hier is dat wij moeten kijken naar wat de apostel heeft geschreven. Heeft de apostel deze woorden niet vermanend aan ons allen geschreven? O, er ligt toch zo'n geweldige claim vandaag op alle volkeren, talen en alle gelovigen. Maar als wij goed naar Gods woord kijken, dan blijkt dat dit niet zo is. Ik weet, het wordt bevochten en betwist. En daarom hebben Israëlieten zo'n hevige strijd. Omdat wij staan voor deze Israëlwaarheid. De vraag moet blijven staan: aan wie schrijft Paulus? En als wij Gods woord onderzoeken, zullen wij zeker het antwoord vinden en zien dat de Bijbel en al haar brieven gericht zijn aan Israëlieten. Dus aan u en mij. Wij zijn in zo'n ingewikkelde strijd beland, dat op het moment dat jij dit zegt, roepen de mensen: daar heb je hem weer met zijn Israëlboodschap. Maar wij hebben het nodig om de telkens tot vervelens toe te horen, zoals de apostel het hier geschreven heeft in vers 11. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Wat een tragische toestand als dat van ons gezegd moet worden, dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Nogmaals, wij zijn in een geweldige menings- en geestelijke strijd, maar ook een ideologische en een theologische strijd verwikkeld. De duivel weet dat zijn tijd nog maar kort is, en hij wil niet hebben dat Gods kinderen zijn waarheid kunnen verstaan. Want ik geloof dat, als wij werkelijk gaan beseffen wie en wat wij zijn, wij machtige mannen en vrouwen voor God zullen zijn. In de wereld is het zo: macht is recht en geld is macht. Wie geld heeft, is machtig. Wie geld heeft, kan doen en laten wat hij wil. Zij die rijk zijn, pronken daarmee. Maar er is een grotere macht dan geld, en dat is de erfenis van God. Dit is om een erfenis van God te zijn, om de autoriteit van de Heere te bezitten, om werkelijk te beseffen wat mij als erfgenaam toekomt, wat God aan ons beloofd heeft. Als dit tot ons doordringt, dan zal dat ons doen opspringen en je hoofd laten oprichten en rechtop gaan lopen, al heb jij misschien maar één pak of jurk om te dragen. Onze eer en rijkdom ligt niet in aardse goederen, maar in jouw erfenis van God. Halleluja! Daarom was het noodzakelijk dat er zoveel klem werd gelegd op de uitzending van de apostelen en aan wie zij zijn gezonden. Wat was de inhoud van hun boodschap? Zijn wij bekend met Matteüs 10, vers 5 tot 8?
Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zeg: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. We lezen ook vers 23. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de ander, want voorwaar ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des Mensen komt. Het is zo'n hevige strijd vandaag, om Gods erfenis naar zijn erfgenamen te brengen. Dit is de kern van de strijd. Wat hindert ons zo? Wat staat ons in de weg om de boodschap naar Israël te brengen, zodat wij Israëls steden niet rond zullen komen? Dit zijn de verkeerde leringen die ons geslacht keer op keer opgedrongen kreeg tot op de huidige dag. Daarom komen wij Israëls steden niet rond. Niemand weet wie de werkelijke erfgenamen zijn. En wat is de inhoud van deze erfenis? Dit is de kern van de hele zaak. Als we Matteüs 15 vers 24 lezen, dan staat er: en hij echter, dat is dus Jezus, antwoordde zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nu, ik weet wel wat er van ons gezegd wordt door theologen, predikanten, pastoors en predikers. Maar ja, dat was voor Jezus tijd. Maar waar staat dat? De kerk is toch voor Israël in de plaats gekomen? Als wij naar de profeten, dus naar het Oude Testament gaan, kunnen wij lezen dat er een groot gedeelte beschreven staat over dit nieuwe testamentische tijdperk. Wij spreken van een Oud Testament. Maar hoeveel van ons beseffen dat in dit Oude Testament onze erfenis staat opgeschreven? Een erfenis wordt toch in een testament beschreven? En hier staat precies opgeschreven wat wij zullen erven. De profeten spreken daarvan. Zij hebben het over de tijd waarin wij nu leven. Zij spraken over onze koning, de Messias, die weer zal komen. En dit kan elk moment gebeuren. De wereld is op weg naar een totale anarchie. En niemand kan dit keren dan Jezus alleen. Het koninkrijk der hemelen is werkelijk nabijgekomen. Elke belofte is ja, een amen in Jezus Christus. En dat is een belofte die werkelijk feiten zijn. Een echte nalatenschap. Daarom zegt Jezus bij zijn heengaan: maak al de volkeren tot mijn discipelen, in navolging van Matteüs 28 vers 19. En dit zijn de volkeren waarover zijn naam is uitgeroepen. Zijn naam is over zijn erfvolk uitgeroepen. Dit is de kern van deze wonderlijke boodschap. We lezen voor u Deuteronomium 4 vers 20. Terwijl de Heeren u genomen en uit de ijzerover uit Egypte geleid heeft, om voor hen te zijn tot een erfvolk, zoals dit heden het geval is. Een volk dat van God zal erven al zijn genaden en wonderlijk herstel. Dat wat in Adam verloren ging, zal in Israël door Jezus hersteld worden. Dat is onze erfenis. Het gaat niet alleen over eeuwig leven, maar ook over heerschappij. In Deuteronomium 9 vers 26 tot 29 staat:
En ik bad tot de Heer, ik zei de Heere, Heere, dat was dus Mozes, vernietig uw volk en erfdeel niet, dat gij bevrijd hebt door uw grootheid, dat gij met een sterke hand uit Egypte hebt geleid. Denk aan uw knechten, aan Abraham, Isaac en Jacob. Let niet op de hardheid van dit volk, noch op zijn goddeloosheid en zijn zonden, opdat het land waarin gij ons geleid hebt niet zeggen, omdat de Heere hen niet kon brengen in het land dat hij hun toegezegd had, en omdat hij hen haatte. Hij heeft hen uitgeleid om hen te doden in de woestijn. Zij zijn toch uw volk en uw erfdeel, dat gij door grote kracht en uitgestrekte arm hebt uitgeleid. In Deuteronomium 32, vers 8 en 9 lezen we een belangrijk gedeelte van de belofte van God. Toen de Allerhoogsten aan de volkeren hun erfdeel toebedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Want de Heeres deel is zijn volk, Jacob, het hem toegemeten erfdeel. Dus Jacob is zijn toegemeten erfdeel. Bestaat er iets mooiers dan om erfgenaam te zijn van God? Geloven wij dat? Zijn wij daar blij mee? Die vraag moeten wij onszelf stellen. Wij bewandelen immers een pad van geloof, totdat Jezus wederkomt. Hij zal de vraag stellen, hebben jullie mijn woord gehoord? Gods tafel is gedekt. Wij kunnen ons afvragen, waarom lijden wij armoe en gebrek? En waarom zijn wij dikwijls zo moedeloos? Als wij naar de wereld kijken, zonder besef dat wij erfgenamen van God zijn, dan worden we juist moedeloos. Zoals beschreven staat in Ezechiël 37. Hier vinden wij Israël die de moed heeft opgegeven. Dit is een volk zonder visie. Dit is Satans laatste poging. Als u niet wil luisteren naar uw hart in plaats van met uw oren, dan zal ook u moedeloos worden. Wij moeten onszelf verblijden in de Heere. Paulus roept ons op, verblijd u in de Heere. En zo kunnen wij alle zendbrieven doorgaan die dezelfde boodschap bevat. En wij zullen deze mensen zien hoe zij vervolgd en soms gedood werden. Maar ondanks dat, zegt Paulus, verblijd u in de Heere. Waarom? Omdat wij erfgenamen zijn van God. Wij zijn misschien arm of hebben iets anders op deze wereld waar Satan nog steeds de baas is. Maar in God zijn wij rijk. Daarom onderwijst Paulus de gelaten om op de juiste manier te handelen. Maar dit geldt ook voor ons vandaag. Wij moeten nog leren om onze erfenis vast te houden. In vers 18 en 19 lezen wij: U is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te alle tijden en niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, te willen van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in uw gestalten verkregen heeft. Jezus, de gezalfde koning, moet gestalte in ons krijgen om onze erfenis in ontvangst te nemen. Jezus is onze vertegenwoordigende Israëliet geworden. In hem hebben wij alle gerechtigheid in God, zo ook de verlossing in God, enzovoorts. In hem en door hem ben ik tot alles in staat. Maar als je niet door hebt dat jij een erfgenaam bent, dan zal jij altijd een sukkelaar blijven, tot aan de dag van je dood. Het gaat altijd om onze positie als koningskinderen.
en die kunnen wij al bezitten nu op aarde. Want Christus kan gestalte in ons krijgen. Maar de vraag is, willen wij dat wel werkelijk? Weet dat de heiligen, de engelen zullen oordelen, ja, zelfs de wereld. Dit ligt opgesloten in onze erfenis. Wij gaan samen met Jezus regeren, als wij overwinnaars blijken te zijn. Is dat niet wonderlijk? Theologen hebben Gods woord in vakken verdeeld. Wij horen van professoren in het Nieuwe Testament en weer anderen in het Oude en in ieder op zijn gebied. En dan specialiseren zij zich op verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld op de brieven van Paulus enzovoorts. Maar voor ons is het zo eenvoudig. De Heere heeft deze apostelen naar de verloren schapen van Israël gezonden en elke term die hij gebruikt en elke lering die hij geeft is gebaseerd op wat er geschreven staat in het Oude Testament. Er stond dat de Messias voor Israël zou gaan sterven om haar zonde te vergeven, om haar in staat te stellen om opnieuw in het huwelijk te treden met God. Dit is door Jezus volbracht. En dit moesten de apostelen gaan vertellen. En dezezelfde boodschap moeten ook wij vertellen aan onze volksgenoten. Israël is vrij van de scheidbrief. Alles wat God beschikt heeft, van Genesis tot Openbaring, is geschikt ten gunsten van Israël. Daarom kon Paulus tot de Galaten zeggen dat zij niet langer slaaf waren, maar vrije kinderen van God en ook erfgenaam. Want als kind van God ben je tevens erfgenaam van God. Dit is zo wonderlijk. Deze boodschap van Paulus moeten wij ons eigen maken. We lezen Romeinen 4 vers 13. Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. We weten toch dat deze brief aan Israëlieten is geschreven. Onze bevrediging van deze wereld ligt niet in de mens zelf, maar in God en zijn erfenis in Christus Jezus. En dit geloofde Abraham. Waar is ons geloof? Leiden wij een overwinnaarsleven als koningskinderen? God heeft ons in Christus gerechtvaardigd en daarom zijn wij erfgenamen van de rijkste koning van het gehele heelal. Wij zijn erfgenamen van de wereld geworden. Hoe? Door geloof. Romeinen 8 vers 16 en 17 brengt dat zo prachtig onder woorden. Die geest, met een hoofdletter, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, dan is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Dit zijn geen geestelijke termen, maar letterlijk. Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Wij gaan de problemen van deze wereld samen met Jezus oplossen. Dat is een deel van onze erfenis. Heer Jezus heeft gezegd in Openbaring 3 vers 21, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Overwinningen houdt een strijd in. Wij zijn in een strijd gewikkeld. Wij moeten ook strijden, maar de overwinning is zeker. En dat zullen wij samen, en dan zullen wij samen
met Jezus heersen. Ook dat is een deel van onze erfenis. Nadat de politici, economen en zelfs theologen een mislukking van de wereld hebben gemaakt, komt Jezus in zijn majesteit en diegenen die nu veracht en miskend worden, zullen naar de overwinning op zijn troon zitten om de aarde te herstellen, om deze later volmaakt aan de Vader terug te geven. Romeinen 8 vers 29 en 30 zegt, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En hij die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wie heeft hij van tevoren gekend? We lezen Romeinen 11 vers 1 en 2. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? God heeft ons gekend van tevoren, zodat wij gelijkvormig zouden worden aan het beeld van zijn zoon. De profeet Amos zegt in hoofdstuk 3 vers 2, u alleen heb ik gekend uit alle geslachten van de aardbodem. U alleen heb ik gekend. Galaten 4 vers 7 tot slot. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Al deze zaken moeten wij tot ons nemen om straks te kunnen regeren over de natiën. Dat is onze erfenis in Christus Jezus. Halleluja. Amen.